Welkom allemaal bij dit bijzondere evenement. Een viering, stilstaan bij dit fantastische moment. En omdat die samenwerking zo briljant is geweest, leidt het ook elke keer weer tot nieuwe resultaten. Vrije sector, zorgappartementen en sociale huur. Dat klinkt als de basis voor een fantastische buurt. Nieuwe wonen ontstaat in het Nieuw-Zuid, in Hilversum. Daar is jong en oud bij elkaar betrokken. Mensen gaan straks binnenlopen. Het restaurant is wat straks gebouwd gaat worden, is niet meer alleen voor de bewoners van het gebouw, maar ook voor de buurt. En zo zie je dat die levendigheid en die betrokkenheid en de leefbaarheid in de wijk, in deze buurt, zal toenemen. En daarmee ook de veiligheid en het gevoel van comfort en het gevoel van het is hier prettig, hier brandt de kachel. We willen die heide groen houden en we willen veel mensen een kans bieden om in de buurt van die heide te wonen. Dus een moderne, duurzame urban design, een stedelijk ontwerp als voorbeeld voor wat hopelijk het nieuwe Hilversum kan worden, waar nog veel mensen een fijne plek vinden. Het zijn drie gebouwen die bij elkaar passen, maar die alle drie heel erg verschillend zijn. Door drie architecten ontworpen. Een betaalbare woning hoeft er wat ons betreft niet goedkoop uit te zien. Want het is ook nog eens systeembestendig gemaakt. Dus als de overheid aan welke knop ze ook gaan draaien, of het nou zometeen scheiden, wonen, zorg nog wordt, of dat u intramuraal wil, of dat u thuiszorg wil, dat kunnen we allemaal organiseren. Afhankelijk in de tijd. Het maakt niet uit welk regime de overheid verzonnen heeft. We kunnen dat altijd aanpassen en daarmee is het gebouw ook systeembestendig. Hier moet het oude woord eigenlijk al participatie, samenleving handen en voeten krijgen. En ik denk ook dat het gaat lukken. Voor de bewoners, de cliënten van Amaris, betekent dit dat je gewoon in een mooi appartement kunt wonen, midden in een mooie woonwijk. Ja, ik zou zeggen een echte stadse wijk. Geen kamer van 20 vierkante meter in een zorgcentrum, maar mooi tussen jong en oud. Mijn droom voor Nieuw-Zuid is dat dit een wijk zal zijn waar geleefd wordt, waar jong en oud elkaar treffen, waar mensen naar elkaar omzien, waar nieuwe vriendschappen ontstaan en waar het voor onze zorgprofessionals ook prettig is om te werken met elkaar. Niets is zo fijn als een goed toegankelijke woning. Als comfort belangrijk is, is gemak een beloning. 1, go! En dan kunt u het hier plaatsen. Het vergrootglas kan hier terecht. Ik vind het echt heel mooi. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ze zijn er enorm op vooruit gegaan. Ruim appartement. Mooi gebouwd. Fijn mag werken en wonen. Dank u wel. Ik denk dat er een enorme aanwinst is. Zodat ook allerlei leeftijdsgroepen, ook ouderen, op een mooie, passende manier kunnen wonen. De hele mix aan mensen is gewoon mooi om te zien hoe dat met elkaar samenleeft. Fantastisch gebouwd. Echt mooie stenen, verschillende kleuren en dat doet ons goed. Dus we hebben er echt aandacht aan besteed.